Hoi, ik ben Roy Jonathans, ik ben danser. En ik gooi geveer, ik heb mijn eigen bedrijfje. Ik geef les op de mbo dansopleiding. Vroeger stond ik altijd voor de tv mee te dansen. En op een gegeven moment ben ik naar de dansschool gegaan. Uiteindelijk bij de dansacademie terechtgekomen, auditie gedaan, aangenomen. Daarna ben ik gaan werken. De les die ik geef die is best zwaar. De choreografieën zijn lastig en ingewikkeld. Dus je moet zorgen dat alles goed warm is. Je begint gewoon met een warming-up. Je bloed gaat op snelle stromen. En daarna rek je even alles uit en dan kun je echt beginnen met het dansen. Ja, bij het dansvak zit er natuurlijk het fysieke aspect is belangrijk. Daarbij komt ook dat je als zelfstandige moet je wel veel regelen. Je bent niet alleen maar leuk aan het dansen. Je moet je rekeningen uitschrijven, je facturen. Je moet je belasting bijhouden, je moet afspraken met je boekhouden. Heel veel mensen vergeten dat, die gaan naar een dansopleiding en die denken, oh leuk. En het is ook heel leuk, maar er komt nog wel een andere kant aan ook. Ik bedoel, als je als zelfstandige werkt, komt er gewoon extra werk bij. Klassiek, modern, showdance, streetdance, hiphop, breakdance. Als je eigenlijk van al die dingen in ieder geval de basis goed kan, dan heb je gewoon een grotere kans op werk. Ik ben niet zo heel erg van de ballet of van de supershow, musical dingetjes. Maar dat zijn wel dingetjes die erbij horen. Goed weten wat je wil, dat is belangrijk. Doorzettingsvermogen, heel veel zelfdiscipline. Je moet jezelf toch uit bed trekken om dan toch nog even te trainen of door te nemen. Op zich ben ik wel blij met alles, maar soms is het wel vervelend dat het zo onregelmatig is. Je hebt geen zekerheid. In die zin dat je elke dag om 8 uur ergens begint en om 5 uur naar huis gaat. Ik wil graag grotere dingen, grotere shows. Ik heb ook alvast mijn eigen bedrijf opgestart, omdat ik graag dingetjes wilde doen die er niet te doen waren nog in Nederland. Ja, als danser is het wel handig om allround te zijn. Dat je eigenlijk van alle markten thuis bent. Hoe breder je inzetbaar bent, dus hoe meer je kan. Klassiek, modern, showdance, streetdance, hiphop, breakdance. Als je eigenlijk van al die dingen in ieder geval de basis goed kan, dan heb je gewoon een grotere kans op werk.